Dag dames en heren, mijn naam is Douwe Kol en welkom weer bij een nieuwe aflevering van De Hobby Van. Ik ben vandaag uitgenodigd door Ritske Kooistra, oftewel Konijn 5. Hij is een bekende YouTube-vlogger en hij gaat me daar van alles over vertellen. Hoi, ik ben Ritske, ik ben 25 jaar, ik kom uit Broekstraal en mijn hobby is YouTuber. Een vlogger is iemand die zichzelf filmt of zijn dagelijks leven op camera vastzet eigenlijk. Het is begonnen bij een goede kameraad van mij, Robin. Die heeft een beetje geleerd hoe het vlog een beetje werkt. Ik vlog al 8 jaar denk ik. Maar ja, je bent enigszins ook best wel beroemd. Klopt, ja. Vertel eens even, hoe is het allemaal zo gekomen? Van school tot school, mond-op-mond reclame noemen ze dat dan. En zo ben ik een beetje bekend geworden denk ik. Is vloggen, filmpjes maken, is het moeilijk? Nee, het is niet moeilijk. Als je een goede camera hebt en een goed bewerkingsprogramma, is het zeker niet moeilijk. Zeg Douwe, ik heb ook wat meegenomen. Ik heb hier namelijk mijn allereerste camera. De Nikon camera waar ik eerst alles mee gefilmd heb, gevlogd heb. Ik heb nu wel een andere, maar dit was mijn allereerste. Konijn 5, dat is mijn YouTube naam. En die is ontstaan door mijn zus eigenlijk, die heeft het verzonnen. Dus als ik Konijn 5 intoets op YouTube? Dan krijg je mij te pakken, ja. Mijn tips en trucs voor een goed YouTube video. Goede camera, een goed filmkwaliteit, een goed editprogramma en natuurlijk nummer 4, een creatief brein. Zeg Douwe, ik vind nog wel een leuke plek waar we naartoe kunnen. En ik kan ook nog een beetje toveren. We staan hier bij de IJsfontein. De IJsfontein is eigenlijk een van de video's uit een serie, Locatie Van. En daar gaan we nu een stukje van kijken. Locatie Van! Vandaag zijn we bij de IJsfontein in Dokkum. Dit is de coolste fontein in Friesland. We staan hier inderdaad bij de IJsfontein, dames en heren. En dit is het laatste fontein in heel Friesland die geplaatst is. Het heet IJsfontein omdat je misschien een beetje ziet. Ja, overal ligt een beetje ijs en... Het is hier een beetje wat smelten, maar het is echt heel koud. Ik weet niet zeker als je het aanraakt en je voelt het ook. Het is echt heel, heel, heel koud. Maar goed, dames en heren, ik hoop dat je het genoten hebt van deze video. In ieder geval, er was niet een hele lange video misschien, maar geef dan even een blauw duimpje omhoog. Ik wil degene die het heeft ingesproken heel erg bedanken. En zie ik later weer en ik zeg doei. Okay, mijn populairste vlog, de Admiraliteitsdagen. Dat was één groot feest. Het zijn hier vandaag de Admiraliteitsdagen en het is hier behoorlijk druk nog. Dus wij gaan even kijken wat hier allemaal te doen is. We zijn lekker doorgegaan naar een prachtige concert hier op het water. We zijn de groep ingegaan, maar zijn we er klaar voor? We staan hier bij de kermis. Kijk, hier is de kermis al een beetje. En ik ga niet te veel zeggen, maar ik ga gewoon een beetje alles een beetje laten zien. Wat hier allemaal te doen is. Mijn droom is... dat ik nog een keer naar de Dutch YouTube Gathering toe kan. En wat is dat? En de Dutch YouTube Gathering is waar je YouTubers en andere mensen die ook vloggen of video's maken ontmoeten kan. En ik zou Rutger Vink dan wel eens wel ontmoeten. Douwe, ik ga nu een trucje doen. Ik spring nu naar de molen. Dan we staan hier nu op de molen van Dokkum. En Douwe, leuk dat je langs bent gekomen. Doei! Hoi!